Door lockdowns en online winkelen hebben fysieke winkels het de afgelopen jaren moeilijk gehad. Om lokale stenenwinkels te steunen en de charme van fysiek winkelen te benadrukken, vindt van 13 tot en met 19 mei de Week van de Stenen Winkel plaats. Tijdens de Week van de Stenen Winkel worden in Wijchen 9 verschillende type winkels in het zonnetje gezet. Onder andere kringloop, bloemen- en meubelwinkels, juweliers, drogisterijen en kledingwinkels. Een van de deelnemende winkels in Wijchen is Slagerij Sanders. Nou, als je aan de Week van de Stenen Winkel denkt, dan denk je aan lokaal, vind ik. Nou, aan lokaal is Slagerij Sanders, want wij halen alles uit eigen regio. Denk aan het vlees, denk aan de kruiden, allemaal uit eigen regio. Dus dat vinden wij heel belangrijk. Dus ja, aan de supermarkt is dat wat minder. En wij doen alles wat kleinschalig, en dat proef je ook. Slagerij Sanders is van origine een familiebedrijf dat al sinds 1914 bestaat. Oorspronkelijk afkomstig uit Brabant is de slagerij inmiddels een lokaal begrip in Wijchen. Het is ook niet de eerste keer dat de slagerij meedoet aan de Week van de Stenen Winkel. Wij doen het nu voor de tweede keer. We gaan er het weekend iets meer aandacht aan geven, want dan is het ook wat drukker. En nu ook met Pinksteren, dus dat valt helemaal mooi samen. En daardoor gaan wij wat leuke acties meedoen. De Week van de Stenen Winkel is bedoeld om meer aandacht te creëren voor fysieke winkels, nu steeds meer mensen digitaal hun aankopen doen. De week zorgt voor een boost qua klanten, al heeft dat volgens de winkel van Slager Ariens ook een andere reden. Wij merkten wel iets toename, maar wat wij vooral merken is dat het door de zon dat we drukker krijgen. Want dan gaan de mensen juist barbecuen, lekker salade eten, dus dat is voor ons eigenlijk nog belangrijker. Niet alleen Slagerij Sanders doet mee aan het initiatief. Verschillende winkels in Wijchen doen mee aan de Week van de Stenen Winkel. In onder andere Wijchen is steeds meer leegstand te zien. Dit is terug te leiden tot niet alleen het online winkelen wat mensen steeds vaker doen, maar ook door de lockdowns van de afgelopen jaren. Een kleine verrassing, maar we geven wel wat dingetjes weg. Gewoon als klanten komen, gewoon leuk een bakje salade meegeven, dat doet al goed voor een mens. Ja, natuurlijk.